Welkom bij de Herijkte School podcast. Mijn naam is Frank van den Ende. In deze podcast ga ik op zoek naar mooie verhalen over leren en het onderwijs. In deze aflevering spreek ik met Heider Tansel. Heider is docent burgerschap bij ROC Gilde Opleidingen. Zelf maakte hij het nodige mee in zijn schoolloopbaan. In deze aflevering ga ik graag het gesprek met hem aan over deze ervaringen en hoe hij dit in positiviteit probeert te draaien in zijn eigen lespraktijk. Heider, goedemiddag. Wat fijn dat je er bent. Wat fijn dat je het gesprek met mij aan wil gaan. Ik heb je net al kort geïntroduceerd, maar zou je jezelf ook even kunnen voorstellen? Ja, dat is helemaal goed. Ik ben Heider Tansel en ik ben 27 jaar. En ik ben docent maatschappijleer. En ik werk al 5 jaar in het onderwijs bij Gildeopleidingen. Wat ik met heel veel plezier en passie doe. Al 5 jaar, je bent 27, dus op je 22e stond je ineens voor de klas. Hoe was dat? Ja, dat was heel erg gek, want de leeftijd verschilt natuurlijk ook niet veel met de studenten. Maar het was wel echt, heel erg leuk en leerzaam. Ja, dus, want wat is jouw drijfveer geweest om in het onderwijs te gaan? En ook nog zo'n vak als maatschappijleer. Waarom heb je daarvoor gekozen? In eerste instantie, ik wist eigenlijk wel altijd al dat ik wel docent wilde worden. Maar ik vond het vak maatschappijleer heel erg belangrijk voor de studenten. En ook vooral dat de student dan eigenlijk ook centraal staat. Dat de student een mening mag geven. En dat elke student het recht heeft op vrijheid van meningsuiting. Maar ook om gelijk behandeld te worden. En met de dingen die ik zelf heb meegemaakt, heb ik ervaren dat bij mij niet het geval was geweest. En daar wil ik eigenlijk een beetje verandering in brengen. Dus het is een soort zendingsdrang eigenlijk ook? Eigenlijk wel. Ja, ja. Want wat is dat dan? Wat heb jij meegemaakt toen jij zelf onderwijs genoot? Ja, op de basisschool wel al een beetje meegemaakt. Dat ik in eerste instantie niet echt, dat de docenten niet wilden dat ik mee wilde doen met de CITO. Omdat ze bang waren dat ik het schoolgemiddelde naar beneden zou halen. Dus dat was eigenlijk een keuze van de school die voor mij werd gemaakt. Oké, wow, wacht, daar moeten we even bij stilstaan. Waar kwam dat vandaan? Ja, de school was bang dat, dat ik de CITO heel slecht zou scoren. Maar een CITO is toch een toets die inzichtelijk moet maken waar je staat? En dan maakt het toch niet uit of je slecht of goed scoort? Ja, dat vind ik ook. Dat vind jij ook. Maar blijkbaar in die tijd bepaalde mensen niet. Oké. Dus dan hadden ze eigenlijk liever dat je niet aan die CITO mee zou doen, omdat dat dan beter zou zijn voor de cijfers van de school? Eigenlijk wel. Wat bizar. Eigenlijk wel, ja. Inderdaad. Na heel veel gesprekken hebben ze uiteindelijk gezegd van dan doe het toch maar wel. En uiteindelijk had ik wel gemiddeld gescoord. Maar toch echt het advies gekregen om helemaal beneden te beginnen. Dus echt in het VMBO op basis. Mm-hmm. Met een leerwegondersteunend traject. En toen had ik echt zoiets van ik moet nou echt hoger op gaan klimmen. Want eigenlijk zou ik ook natuurlijk op een MAVO of HAVO kunnen komen. Mm-hmm. Maar ondanks hebben ze hem toch wel heel erg laag geplaatst. En waarom deden ze dat? Waar komt dat vandaan? Even advocaat van de duivel, hè? Dan zou je toch zeggen, dat moet toch ergens vandaan komen. Jij was vast een ontzettend irritant kind op school. Ja, dat was dat maar zo, maar dat was het niet. Het enige wat wel is, wat ik wel merk, is dat mijn rekenen heel erg slecht is. Mm. Maar verder, eigenlijk... Wat voor onderbouwing gaven ze dan? Ja, de onderbouwing was dat ik daar meer... meer in het VMBO meer thuis hoorde. Dat het ook meer mijn soort mensen waren. Oké, okay. Mijn soort mensen. Ja. Dus, oké, okay. Dat werd zo gezegd. Ja. Wat bizar. Ja, inderdaad. En dat was, waar speelde zich dit af? Dat speelde op een basisschool in Weert. In Weert, in Limburg. Ja. Ja. Waar je nu dus ook lesgeeft op een ROC. Toch? In Weert? Ja. Oké, niet die basisschool, daar geef je natuurlijk geen les. Nee. Maar wel in dezelfde stad. Maar dan toch nog even terug, hè? Want zij vroegen aan jou, of ze zeiden eigenlijk tegen jou, die CITO, Heider, alsjeblieft, maak hem niet, is beter voor ons. Ja. Waar baseerden ze dat dan op? Dat ze dat niet wilden? Ja, ik denk echt gewoon dat zij zoiets hadden van, hij gaat gewoon heel laag scoren. En dan zou dat dus de gemiddelde van de school naar beneden halen. Mm-hmm. Dus dat was de angst, denk ik.
En tot, ja, toen eigenlijk werd besloten van, weet je wat, doe maar niet. Want dit gaat ons niet ten goede. En toen kwam jij thuis. Toen vertelde je dat tegen je ouders? Ja, inderdaad. Heel erg emotioneel. En mijn ouders boos natuurlijk. Die begrepen het niet. En daarna zijn er heel veel gesprekken geweest. En uiteindelijk mocht het toch wel. Maar met heel veel moeite, zeg maar. En toen haalde je die gemiddelde score. En toen was iedereen blij. En toen zeiden ze, alsnog, mea culpa, ja, het spijt ons. Ja. Heb je ooit excuses gekregen daarvoor? Nee. Niet? Nee. Oké. Okay. Nee. Bijzonder. Ja. Vervolgens stap je dan in een basis, VMBO basis, moet je starten. Omdat je hebt een gemiddeld CITO, dus dan mag je eigenlijk naar MAVO-HAVO. Hè, ja, toch? MAVO-HAVO daartussen inderdaad. Desnoods zou je nog kunnen zeggen VMBO theoretisch, maar meestal MAVO inderdaad. Ja. En dan de keuze van de school, het advies van de docent is om toch naar jou naar basis toe te zetten. Ja. Dan kom je op die school terecht. En wat doet dat dan met jou? Want dat is toch anders dan wanneer je wat theoretischer opgeleid zou zijn. Dan moet je ineens dingen met je handen gaan doen en veel praktischer opgeleid worden. Klopt. Hoe was dat voor jou? Ik schrok daar wel eigenlijk wel heel, heel erg van. Want kijk, weet je, het maakt helemaal niks uit of dat je nou op VMBO basis zit of dat je nou VWO studeert. Dat maakt helemaal niks uit. Maar je moet wel ergens zitten waar je, wat ook echt jouw niveau is natuurlijk. En dat was echt niet mijn niveau. En toen had ik echt zoiets van, oké, ik wil natuurlijk wel, wel weer naar de HAVO, of ik wil wel een hoger niveau bereiken. En dat zagen de docenten ook gelukkig. Dus die hebben binnen het VMBO er eigenlijk wel voor gezorgd dat ze mij op het hoogste niveau hadden geplaatst. Okay. En vanuit daar ben ik eigenlijk verder gaan groeien. Dus jij kwam op die op dat basis terecht in je eerste leerjaar. En gedurende de 4 jaar die jij op het VMBO hebt doorgebracht, kon jij al naar theoretisch toe. Klopt. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. En dan vervolgens ben je verder gaan groeien. Wat heb je na de middelbare school gedaan? Of na de middelbare school gedaan? Ja. Daarna ben ik naar het MBO gegaan, naar niveau 4. Mm-hmm. En vanuit niveau 4 naar HBO. Oké. Okay. Ja. Wow. En toen was je 22. Ja. Dat heb je heel snel gedaan dan eigenlijk. Op zich wel. Ja. Oké. Okay. Ja. En toen ben je maatschappijleer gaan studeren. Ja. Om dat dan zeg maar over te gaan dragen. Ook gevoed door jouw eigen achtergrond. Jouw Klopt. Eigen verhaal, zeg maar. Ja. We hadden het net al kort over die eerste dat eerste jaar, hè, dat je binnenkwam. Wat merkte je aan die studenten die je voor je neus kreeg? Herkende je jezelf daar ook enigszins in? Of, ik had wel gemerkt dat er een aantal studenten waren die die dit ook meegemaakt hebben. Misschien niet in dezelfde vorm, maar wel in een vorm van kansongelijkheid. Dat ze er zelf eigenlijk niets aan konden doen. Waardoor eigenlijk de docent heeft bepaald op een lager niveau te zetten. Of met andere gebeurtenissen waar discriminatie naar voren komt, of waar een racisme naar voren komt. Gelukkig maken we dat niet heel vaak mee. Mm-hmm. Maar toch horen we wel bij een aantal studenten dat dit bij hun ook wel heeft gespeeld. Denk jij dat jouw eigen achtergrond ook mee heeft gespeeld? Want jouw achtergrond willen schetsen? Ja. En dan even beredeneren waarom jij denkt dat heeft meegespeeld? Ik denk wel dat dat heeft meegespeeld. Ja, dat zal natuurlijk meerdere factoren hebben. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn ouders, die werkten heel erg hard. En dat moesten ze ook doen, want ze moesten 3 kinderen onderhouden. Dus daardoor konden ze niet heel erg actief zijn binnen de school. Maar ik werkte wel bij mijn klasgenoten dat die wel hele actieve vaders en moeders hadden binnen de school. Ik denk dat dat ook wel voor veel heeft gezorgd. Oké. Okay. Ja. Wauw. Dat is eigenlijk heel heftig. Ja. Dat jij krijgt dus eigenlijk iets waar je helemaal niks aan kan doen. Dat bepaalt eigenlijk voor jou hoe er naar jou gekeken wordt. Ja. En dat merk jij bij studenten die je nu ook nog hebt, ook. Dat dat nog steeds speelt. Ja, inderdaad. Klopt. Of dan is dat niet echt met school en in sommige gevallen ook wel. Maar ook bijvoorbeeld als ze bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek hebben, dan worden ze uitgenodigd en dan is dat het toch niet op een hele andere rare manier. Dan worden ze toch dat ze toch liever iemand anders zoeken. Ja. En dan moeten zij veel meer moeite doen om echt een bijbaantje te vinden dan andere studenten. En dat is dan puur gebaseerd op achtergrond? Ja. Op naam, ja, eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. Jeetje. Ja, dus voor mij als een blanke man, hè, van middelbare leeftijd, is dat best wel heftig om te horen. Ja. Dat vandaag de dag nog steeds in de maatschappij speelt.
Ja, het speelt zich, ja, wel zeker. Ja. Wauw, heb je er zelf nog last van ook? Eerlijk gezegd, de laatste jaren niet. Nee, okay. Ik heb eigenlijk geen last. In mijn jeugd dus wel, een paar keer. Maar verder, nee, zelf heb ik er geen last meer van gehad. Nee. Wat geef jij aan studenten mee die er wel last van hebben? Ik geef ze mee dat ze het vertrouwen moeten hebben in de rechtsstaat van Nederland. Dat Nederland is gebaseerd op gelijkheid. En dat ook alleen dat zal zegevieren in de toekomst en niet ongelijkheid. Ja, mooi. Wat zeggen zij dan terug tegen jou als jij dat zegt? Ja, zij vinden dat ook heel erg mooi. En ze hopen ook dat dat ook echt later zo gaat gebeuren, ja. Want met maatschappijleer heb je met een hele diverse groep voor je neus te maken. Hè? Ja, allerlei klopt. Verschillende studenten, ja. Allerlei verschillende achtergronden. Ja. En ook soms hele heftige discussies. Al heb je het over de Zwarte Pieten discussie bijvoorbeeld. Ja. Dus dan heb je ook echt de polariserende meningen tegenover elkaar staan in een klas, zeg maar. Ja. Maar je gaat toch wel die discussie aan. Er zijn ook heel veel docenten die die discussie vermijden. Ja, zeker ook bij maatschappijleer. Die zeggen... Ja, toch maar liever niet. Of bij geschiedenis, hè, zijn er bepaalde onderwerpen die vermeden worden. Ja, maar dat doe ik niet. Ik vind echt dat alles bespreekbaar moet zijn. Ik zie dat inderdaad ook wel bij mijn collega's op andere locaties. Ook collega's burgerschap. Mm-hmm. Dat zij ook aangeven van de Zwarte Pieten discussie die slaan we dit jaar over. Okay. Dat soort geluiden, dat hoor ik ook wel vaker. Ja. Maar wat is het dan dat in jouw aanpak dat je er... Nou, dat het wel kan, dus schijnbaar. Wat voor tips zou je die docenten dan mee kunnen geven die dat nu nog heel lastig vinden om dat te doen? Ja, die docenten vinden natuurlijk het eng, denk ik, omdat er gewoon een aantal leerlingen gewoon heftige meningen hebben, zou ik het zo maar zeggen. Mm-hmm. Dus ik denk dat vooral een stukje angst bij die docenten zit. Maar ik vind gewoon dat die docenten het gewoon moeten proberen en het ook gewoon doen. En zij zullen daarna ook zien. Dat hoe vaker ze zo'n discussie doen, dat het ook veel beter en makkelijker voor ze gaat. Heeft het ook met zelfvertrouwen te maken van de docenten? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja? Dat is echt sterker. Als je sterk in je schoenen staat, dat je beter uit zo'n discussie kan komen. Ja. Ja. Is het iets wat op een school thuis hoort, volgens jou, zo'n discussie? Zeker, ja. Want dat soort mensen, al die mensen, die komen natuurlijk weer in de maatschappij terecht. Mm-hmm. Onze studenten. En dat is zeker van belang dat we ook dit soort maatschappelijke... onderwerpen bespreken. Ja, want als je even naar Gert Biesta kijkt, ik weet niet of je ooit van hem gehoord hebt, een onderwijskundige die zegt eigenlijk onderwijs is er voor drie verschillende vormen, namelijk om te kwalificeren, opleiden voor een vak, om te socialiseren, dus hoe iemand zich in de maatschappij beweegt, en om te personaliseren, dus dat je naar jezelf leert kijken. Ja. Hoe zie jij die verhouding voor het onderwijs, voor het mbo-onderwijs dan, waar jij in werkt? Ja, wat ik eigenlijk altijd al... ik werk ook met niveau 1 en met niveau 2 studenten. Mm. En wat ik eigenlijk elk jaar, eigenlijk altijd heel erg belangrijk vind... is eerst om een hele goede band met studenten op te bouwen. Om de eerste 3-4 les echt een band op te bouwen. Om te leren kennen wie je studenten zijn. En daarna komt onderwijs wel. Maar eerst dat de leerlingen jou vertrouwen, dat jij de leerling vertrouwt. Een goede band maken en dan leren leerlingen echt wel van je. Ja. Dus dat contact, eigenlijk dat socialiseren. Ja. Is dat ook in groepsverband? Dat je dat ook belangrijk vindt om aan dat groepsverband te werken in zo'n klas? Want zo'n discussie, dan moet wel ook veiligheid zijn. Ja, klopt. Je moet ook wel durven zeggen wat je wil zeggen. Ja, dat zie ik wel eens bij studenten dat ze dat toch wel eng vinden. Maar als je een hele veilige klimaat in de klas creëert... Dan durven zelfs de stilste leerlingen of studenten echt wel een presentatie te geven. En wat doe je om hen te stimuleren? Ook wel oefenen, maar ook wel heel vaak zeggen van... je mag zeggen wat je vindt, je mag delen wat je vindt. En daarover kunnen we ook gewoon discussiëren. En niemand hoeft zich gekwetst te voelen. Om echt wel een opener gesprek te maken. Ja, dat is heel lastig. Zeker als je ergens vandaan komt waar dat niet zo gewaardeerd wordt, zeg maar. Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook heel lastig. Ja. Want veel studenten komen denk ik met vooraannames binnen. Ja. Hè? Ze zijn in een klein milieu opgegroeid waarin een bepaald gedachtegoed overheersend is. Ja. En dan komen ze ineens in een hele mengeling van met andere mensen samen te zitten in zo'n mbo-opleiding. Hè? Misschien nog meer dan in het voortgezet onderwijs. Mm-hmm. Ja, maak ze dan maar eens bewust dat ze dat hun mening een mening is en niet de waarheid. Ja, hoe maak je dat inzichtelijk?
Ik kan er eigenlijk ook wel een voorbeeld bijgeven. Dit jaar had ik een student die lesbisch is qua geaardheid. En zij zei eigenlijk al van, nou ja, weet je, die moslims, die mag ik echt niet. Want die hebben mij al die jaren gepest op de vorige scholen. Dus ik heb gewoon een hekel aan moslims. Okay. En einde van dit jaar zei ze van, ik heb ook bij u gezien dat eigenlijk niks uitmaakt. Of dat ik, ja, wat mijn geaardheid ook is. Mm. En ook bij de andere studenten vond ze dat ook. Dat ze dat ook zag, dat het eigenlijk niets uitmaakt wat haar geaardheid is. Want er werd daar totaal niet fel op gereageerd. Mm-hmm. En dat komt natuurlijk omdat we daar vaker over hebben gesproken, over dat soort onderwerpen. Ja. Studenten hebben daar vaker hun mening over mogen geven, maar wel natuurlijk op een normale manier. Mm-hmm. En daar is eigenlijk niets negatiefs uitgekomen. Dus er is eigenlijk in jouw klaslokaal is niks taboe? Alles kan besproken worden? Ja, zeker. Ja. Echt het gesprek aangaan, praten met elkaar. Mm-hmm. Ja, dat staat echt centraal. Oké, okay, een maatschappijleraar. Hè? Jij probeert je invloed uit te oefenen binnen je eigen klaslokalen. Ja. Hè? Probeer je ook op een wat groter vlak nog impact te hebben, zeg maar? Eigenlijk niet. Nee. Nee, dat. Dit is al een hele grote impact natuurlijk, hè, wat je hebt. Ja, klopt. Ik heb daar wel eens over nagedacht om ook op andere kanalen daar heel actief mee te zijn, maar is er niet van gekomen. Wat beperkt jou daarin? Tijd? Of misschien tijd. Ook niet, niet te veel op de voorgrond willen treden? Dat kan ook. Hè? Ja, dat misschien ook wel een beetje inderdaad. Je bent een bescheiden man. Ja, dat ook. En ik denk ook wel tijd. Ja. Ja, ja, want stel, je mocht iets met het onderwijs doen. Hè? En je mag terug naar die basisschool. En je mag iets met die maatschappij veranderen. Wat zou jij dan willen aanpakken? Waarvan zou jij zeggen, dit moet echt in het onderwijs gaan gebeuren? Mm-hmm. Eigenlijk de beeldvorming van de docenten. Dat docenten echt gewoon meer gaan handelen vanuit gelijkheid en niet vanuit vooroordelen. En dat ze studenten of leerlingen echt moeten beoordelen op wat ze kunnen en wat ze kunnen doen. Ja, want jij hebt maatschappijleer gestudeerd, hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat in zo'n opleiding daar ook wel aandacht voor is. Ja. Omdat dat uiteindelijk ook het vak is waar je het voor gaat geven. Ja. Denk je dat in andere opleidingen, docentenopleidingen bijvoorbeeld, je werkt bij economie ook, hè? Mm-hmm. Dat er in de economieopleidingen daar ook voldoende aandacht voor is? Ja, ik denk het niet. Ik denk niet dat zij een domein hebben wat dat een beetje bevestigt, waar het dan naar voren komt. Dus is maatschappijleer of burgerschap, is dat eigenlijk een vak? Of is dat iets wat eigenlijk door alles heen zou moeten stromen? Dus waar alle docenten iets van zouden moeten hebben? Ja, dat is ook mijn mening, ja. 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 En hoe zouden we dat kunnen bewerkstelligen? Ja, ik zou het echt, inderdaad, wat jij zegt, op zo'n leraaropleiding het echt een vaste inbouwen. Maar misschien ook cursussen aanbieden aan alle docenten. Mm-hmm. Externe cursussen. Het heeft ook gewoon met bewustwording te maken, denk ik. Ja. 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 Dat veel mensen misschien in hun dagelijkse gang hier eigenlijk helemaal niet woke, hè, zeggen we tegenwoordig, of aware van zijn, bewust van zijn, mm-hmm. dat dit soort dingen ook heel erg veel effect hebben. Klopt, Ja, heel fijn dat jij je verhaal deelt, waardoor mensen daar hopelijk wel weer wat bewuster van worden. Als je nu kijkt, je werkt nu in een ROC, hè? Ja. Heb je ook ooit wel eens de ambitie om bijvoorbeeld naar het middelbaar onderwijs te gaan, of is de ROC-wereld voor jou wel echt de wereld? Ja, misschien wel. Nu op dit moment denk ik dat totaal niet aan. Maar ik zou later eigenlijk ook wel op een middelbare school, op een voorgezet onderwijs school les willen geven. En nu heb je dus heel goed naar je zin in dat mbo. Wat is het wat dat mbo maakt waardoor je zo enthousiast bent? De studenten. Met de studenten kun je eigenlijk een heel goed gesprek voeren. Ik denk ook dat dat ook wel komt door de leeftijd. Mm-hmm. Ze zijn natuurlijk al gevormd. Ze hebben andere meningen. Maar om met hun in gesprek te gaan en toch hun mening een beetje te laten veranderen. Zodat, zodat het niemand kwetst. Mm-hmm. Dat is voor mij nog echt de passie, zeg maar, om nog daarmee verder te gaan. Mooi. En je zegt die studenten, hè? Die studenten nemen eigenlijk allemaal hun wereldje met zich mee. Ja. Wat doe je eraan? Stap je ook wel eens die werelden in, zeg maar, met andere studenten dan, zeg maar? Dus dat je ze uitdaagt om ook echt te kijken waar dat vandaan komt. Een mening als degene die ze hebben? Niet direct. Maar ik ben wel eens natuurlijk wel. Soms dan kwam een student niet opdagen naar de lessen.
En ik kreeg hem eigenlijk ook niet meer te pakken via de telefoon of via de mail. En ik heb wel bij een paar studenten ben ik gewoon naar de voordeur gegaan en aangebeld. En daar gezeten thuis om te praten. En dan zie je eigenlijk ook van, oké, deze mensen komen echt uit een... een beetje uit de onderkant van de maatschappelijke ladder. Mm. En dan begrijp je ook eigenlijk veel meer waarom een student geen zin heeft om naar school te komen. En dan zie je ook dat je een andere aanpak moet geven om die student er wel voor te zorgen dat hij naar school komt. Dat is nogal wat, dat jij naar het huis van een student toe gaat. Ik denk dat er niet veel docenten zijn die stap zetten. Hè? Die denken van, hij komt niet, dus... afgeschreven, hè? Of nee, dat klinkt misschien heel hard, maar we zien wel weer wanneer die komt. Ik heb mijn best gedaan. Wat maakt dan dat jij toch naar die voordeur toe loopt en op die bel drukt? Ik voel me heel erg verbonden met mijn studenten. En als zij zich niet goed voelen of ergens heel veel last van hebben, dan raakt mij ook heel erg. Ja. Dus dan wil ik hun zo goed mogelijk helpen. En je hebt geen één keer meegemaakt dat die deur weer voor je neus werd dichtgegooid? Nee. Gelukkig niet. Hoe werd je dan ontvangen? Wel heel... Die studenten waren natuurlijk wel heel erg geschokt. Van, er staat een docent voor de deur. Ja. Maar ze hebben me wel altijd binnengelaten. Dus, En wat heeft dat voor resultaat gehad? Dat de studenten daarna wel weer naar school komen en geen afwezigheid meer hadden. Ja, en het laat zich natuurlijk maar te raden wat er had gebeurd als je niet was gekomen. Ja. Ja. Dat had misschien wel ervoor gezorgd dat ze geen opleiding hadden afgerond. Mm-hmm. En dergelijke. Ja. Mooi dat je dat toch gedaan hebt. Ja. Ja. Super. Merk je ook dat in de coronatijd dat meer nodig was? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk zou dat veel meer in die tijd gedaan moeten hebben. Ja. Dat wat natuurlijk niet mocht, maar dat zeker wel. Ja. Want heb jij duidelijk onderscheid gezien in, laten we het even benoemen zoals jij het net benoemde. Ja. De studenten die aan de onderkant van de maatschappelijke ladder staan en studenten die aan de bovenkant of iets hoger zitten, zeg maar. Heb je daar veel onderscheid in ervaren? Nee, eerlijk gezegd niet. Oké. Nee, eerlijk gezegd echt niet. Want heel veel studenten waren ook ongemotiveerd. En dan maakt het echt niet uit waar de student stond. En wat heb jij gedaan om ze weer te motiveren dan? Behalve dat bezoek brengen. Ja, vooral via Teams aanmoedigen. En bij sommige studenten was het gewoon echt even nodig om langs te gaan. Mm. En ook nog even na de les om nog even te bellen of te appen. Maar meer konden we ook gewoon echt niet doen. Nee, want je hoorde heel veel verhalen van docenten studenten met dekens over hun hoofd heen, in bed, et cetera. Ja. Camera's op zwart. Klopt, Heb jij dat ook meegemaakt? Ja, dat heb ik ook zeker meegemaakt. Ja, studenten die nog in bed liggen en helemaal geen spullen bij zich hebben. Ja. Ja. En wat heb je daaraan gedaan om dat dan... anders om dat te veranderen? Of heb je dat gewoon gelaten? Nee, ik heb dat niet gelaten, want uiteindelijk demotiveert dat de andere studenten natuurlijk ook. Mm. Daar hebben we natuurlijk hele goede afspraken over gemaakt. Dat de student gewoon voor de camera gaat zitten en gewoon goed gekleed is en gewoon goed meedoet. Ja, jouw collega's zijn denk ik heel blij met jou dat jij vooral veel aandacht aan dat soort zaken besteedt, of niet? Ja, maar mijn collega's ook wel, hoor. Het is wel echt een team effort. Zeker, dat je dat met elkaar moet doen. Ja, want we zijn een heel goed team. Stel dat jij de enige was die dat zou moeten doen, zou dat dan evenveel effect hebben als wanneer je dat met z'n allen had gedaan? Ik denk dat je als team veel sterker staat. Ja. En dat heb ik ook wel echt gezien. En waar zit dat in dan, denk je? Wij zijn een team, als we kijken naar bij niveau 1 en 2. We zijn echt een heel, heel sterk team en we praten eigenlijk altijd met elkaar, ook over studenten. We hebben altijd vaste momenten in een week waarin we gaan vergaderen over studenten. En dan komt er ook altijd heel veel naar boven. Ja. Ja, en dat is eigenlijk wel essentieel om te doen dus, hoor ik jou zeggen. Zeker, ja. Dus een heel goed beeld hebben van die leerling, van die student. Ja. Okay. En dan soms dan valt ons wel eens iets op en dan zegt die andere docent van, dat viel mij ook toen op en... en dan kunnen we eigenlijk altijd goed actie ondernemen. Ja. Hey, als je nou één ding zou mogen vandaag zou mogen veranderen aan het onderwijs, wat zou dat dan zijn? Wat zou je dan doen? Veel meer uren burgerschap. Veel meer uren burgerschap, ja? Ja, ja. Of integreren, want daar hadden we het net ook over natuurlijk. Dat kan ook. Ja, daar ben ik ook heel erg blij mee. Ja, want zeker. Alleen maar burgerschap wordt dan misschien ook weer zo sec, of niet? Klopt, ja inderdaad. Meer ook in andere vakken naar voren laten komen. Ja. Mooi. Nou, laat dat dan een missie zijn. Meer uren burgerschap. Dankjewel voor jouw tijd. Hartstikke fijn om met elkaar te spreken. Ja, graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar de Herijk de School podcast. Volgende week een nieuwe aflevering. Tot de volgende.